The Taste of Life wordt mede mogelijk gemaakt door Miele. Mijn naam is Rudolf van Veen. Eten betekent voor mij genieten zonder ingewikkeld te doen. Een van de mooiste dingen van koken is dat je met verse ingrediënten oneindig kunt variëren. Het is een kwestie van gewoon doen. Zo ontstaan heerlijke en vaak verrassend simpele gerechten. In deze serie van The Taste of Life laat ik je ervaren wat je eet. Wat je met een ingrediënt kunt doen en natuurlijk hoe je dat doet. Kortom, terug naar de basis van het koken. Met een aantal recepten die ik stap voor stap uitleg, daag ik je uit de keuken in te gaan en jezelf en wie weet anderen te verrassen met verse, eerlijke en heerlijke gerechten. Dit is The Taste of Life Basics. Iedereen heeft al wat met broccoli. Het is heel makkelijk te bereiden en het presenteert zich ook zo mooi op bord. Nou was broccoli ook de eerste groente die mijn dochter Doris wel lustte, dus ik heb het zelf ook heel veel gegeten. Maar ja, gelukkig vind ik het nog wel steeds lekker, want je kunt er zoveel mee doen. Ik maak vandaag broccolisoep met knapperige kaascroutons, gestoomde broccoli met kabeljauwpakketjes en een klassieker, crème brûlée. Broccoli is de supergroente bij uitstek. Met name de stof sulforafaan helpt je allerlei ziekten te voorkomen, zoals maagzweren, borstkanker en prostaatkanker. Daarnaast bevat het ook beta-carotene, foliumzuur en luteïne. Allemaal belangrijke antioxidanten. Oorspronkelijk is broccoli een Italiaanse groente en familie van de bloemkool. Maar het groeit hier heel goed en is inmiddels niet meer weg te denken uit ons menu. Ik heb in West-Friesland weer afgesproken met Rob Baan, teler van bijzondere gewassen en leverancier van topkoks over de hele wereld. Rob, wat ruikt het hier lekker, hè? Die broccoli die ruik je gewoon op het veld, hè? Ja, dat is echt de geur van West-Friesland. Een supergezond klimaat en volop hier met broccoli. En het, ja, het is, je ruikt de gezondheid eigenlijk. Ja. Jij snijdt dat gewoon zo af. Is er echt een speciale manier om dit te oogsten? Nou ja, je moet een mooie lange stam afsnijden. Want die stronk is wel belangrijk. En dan haal je het blad eraf en dan haal je mooie broccoli over zo. Maar hoe hou je nou al die goede eigenschappen in die broccoli? Nou, je moet eerst zorgen dat het op het juiste moment geoogst wordt. Dus dat is heel belangrijk. Die oogsters die zijn er volop bezig om het juiste moment te bepalen van de rijpheid. Dan snij je ze hem af. Dan moet de temperatuur eruit gehaald worden. Het is een levend gewas. En hij staat op het punt van bloeien. Dus als je nou warm laat liggen, dan gaat hij uitlopen en dan gaat hij bloeien. Ja. Dus hij moet teruggekoeld worden naar 1 graad. Dan doen ze er een folie overheen. En dan gaat het distributiekanaal in. En dan kan je het eigenlijk heel lang vers houden. Ja. Ja, maar je moet het echt terugkoelen. Dat is belangrijk. Het is een seizoensproduct. Ja. We zijn nu een beetje aan het einde van het oogstseizoen. En toch kan ik broccoli, verse broccoli, het hele jaar kopen in Nederland. Ja, gelukkig wel. De Nederlandse tuinen zijn heel slim. Die hebben al hele mooie producties in Nederland vanaf zeg maar half mei tot zo'n tegen midden november. Het ligt een beetje aan het weer. Ja. En ze hebben partners in Spanje, of ze doen het zelf, produceren ze in Spanje. En dan komt de rest van het seizoen komt het naar ons toe. Dus de telers zomers telen het in Nederland. En vanaf mei kan je de Nederlandse broccoli krijgen. Tot november. En dan komt de Spaanse broccoli. En die wordt gewoon met elkaar uitgewisseld. En dan heb je gewoon jaar rond verse broccoli. Ideaal, hè? Ja. Geen ja. smaakverschil. Geen nee, ja, vers dichtbij is altijd lekker dan er iets dat er van 3000 kilometer afstand komt. Maar waar let jij nou op als je broccoli koopt? Als je broccoli op kwaliteit beoordeelt, dan kijk je allereerst naar de bovenkant van. Is hij geel? Ja. Begint hij te bloeien? Enzovoort. Dat is gewoon overrijp. Je kijkt naar de onderkant of die onderkant mooi schoon is. Als het schoon is, dan is niks aan de hand. Ja. Dus als het helemaal bruin en ingedroogd is, dan zitten er gaten in. Nou, dan heb je oude broccoli. Ik maak vandaag pittige broccolisoep met knapperige kaascroutons. Een groente als broccoli leent zich perfect om soepen en sauzen van te maken. Door zijn milde en zachte smaak, maar ook door die mooie losse structuur die zich heel makkelijk laat pureren.
Ik gebruik gewone broccoli voor deze soep, maar je kunt ook Romanesco nemen of een ander soort. Er is praktisch geen smaakverschil. Broccoli blijft broccoli. Je begint met het fijn snijden van een shallotje en een teentje knoflook. Zo, nou wordt het pittige broccoli soep, omdat ik er een rood pepertje in doe. En de makkelijkste manier om die pitjes eruit te halen vind ik altijd boven- en onderkantje eraf. Daar kan er lucht bij. Even flink door je handen draaien. En dan gaan die pitjes er zo uit. Als je hem dan opensnijdt, dan zijn, als het goed is, ja wel hoor, alle pitjes eruit. Ja, en wat wel eens gebeurt als mensen pepertjes snijden, is dat je dan even later een keer aan je gezicht komt of in je ogen. Een handige manier om dat te voorkomen is je handen eerst gewoon insmeren met olie, heel lichtjes. En dan als je klaar bent met snijden, was je handen gewoon met water en zeep. En dan heb je geen last van die hete stof. Een klein beetje olie in de pan. Daarin fruit ik dan eerst die shallotjes. Dan gaat de knoflook bij. En de peper. Zo, dan kan gelijk de broccoli erbij. En veel mensen gebruiken alleen het bovenste, de kroon van de broccoli, en gooien de stelen weg. En dat is zonde, want dat is juist heel lekker om op te eten. Vaak schil ik ze, snij ze in dunne plakjes en gebruik ze in een groentebokschotel bijvoorbeeld. En ook het kookwater. Een zonde om niet te gebruiken. Want al die vitamines en goede stoffen uit broccoli zijn in water oplosbaar. Dus die komen in het kookwater terecht. En daarom moet je dat nooit weggooien. Maar dat is juist ideaal om daar een soep of een saus van te maken. De broccoli bak je 2 minuten mee en blus je af met bouillon. En dan weer terug op hoog vuur. Nou, terwijl de soep opstaat, heb je mooi de tijd om knapperige kaascroutons te maken. Croutons zijn behalve in soep ook heerlijk in salades. Snijd korstjes van het brood en snijd het brood in dobbelstenen. Meng het dan met wat olie, verdeel ze over een bakplaat en rasp kaas royaal over het brood. Dit meng je goed door elkaar. Je bakt de croutons in de oven op 180 graden in 10 minuten goudbruin en krokant. Nou, zo gauw die broccoli gaar is, kan de kookplaat uit en pureren. En dat gaat eigenlijk het makkelijkst gewoon in de pan met de staafmixer. Die versnet. Die peper erin, dat is een goede aanvulling. Ja. Maak je lekker pittig. De hartigheid eraan, ja. Zonder meer. Ja, ja, zeker weten. Ja. Nou, laat het goed gelukt is. Ja, Rudolf, jij kan echt goed koken. Broccoli is prima voor de stoelgang, want het bevat zeer veel vezels. Ook kun je er gerust veel van eten. 2 ons broccoli levert slechts 40 kilocalorieën. Onlangs heb ik het kruid salie weer een beetje herontdekt, want ik was het wat uit het oog verloren, terwijl het zo'n lekkere smaak heeft. Ik ga een variant maken op de wereldberoemde saltimbocca. En ik maak kabeljauwfilet, ontwikkeld met rauwe ham en een saliejus. Vrijdag was bij ons altijd visdag vroeger en mijn moeder kocht dan heel vaak kabeljauw. Die vis was toen goed verkrijgbaar en nog niet zo duur. Ja, nu gaat het niet zo heel goed meer met de visstand en is eigenlijk het beste om de viswijzer op na te lezen. Dan kun je gewoon zien welke vis je wanneer het beste kunt eten. Het is ook helemaal niet gek om het aan de visboer te vragen, want die moet het natuurlijk weten. Ja, dan zou je voor dit gerecht de kabeljauw ook kunnen vervangen door bijvoorbeeld zeebaars of zalm. De vismootjes bestrooi je met peper en niet al te veel zout, want er komt nog ham omheen en die is al zout van zichzelf. Ik gebruik ervoor een rauwe ham. Die is eerst gezouten en daarna gedroogd of gerookt. Dat geeft een hele lekkere pittige smaak aan die vis. Maar je zou hiervoor ook mager ontbijtspek kunnen nemen bijvoorbeeld. Wikkel de mootjes in een plakje ham en steek het vast met een cocktailprikker, waardoor de ham er mooi omheen blijft zitten tijdens het bakken. Ik bak de vis 4 minuten om en om. Gewoon in een scheutje hete olijfolie. De bedoeling dat die ham mooi gebakken wordt en de vis net gaar, maar dan ook net gaar. Want vis wordt soms gewoon te gaar gebakken of te gaar gekookt. En dat is jammer. Maar bijvoorbeeld zalm is heel lekker als je dat net rosé in het midden eet. Dat is verrukkelijk. Straks maakt Rudolf de kabeljauwpakketjes helemaal compleet. En maakt hij de favoriet van velen. Graag tot zo. Koken is voor iedereen. Ontdek zelf hoe makkelijk koken kan zijn. En kom naar het Culinary Institute in Vianen voor de workshop van The Taste of Life Basics.
Ga voor meer informatie naar onze site en maak kans op een gratis kookworkshop onder leiding van Rudolf. Kijk op www.thetasteoflife.nl. Taste of Life wordt mede mogelijk gemaakt door Miele. Rudolf is deze week druk in de weer met broccoli. We zagen al een heerlijke broccolisoep met kaascroutons. Het recept vind je natuurlijk op onze site. Zometeen beantwoordt Rudolf brandende kookvragen en sluit hij af met een grande finale. Maar eerst terug naar de keuken. Ik haal mijn mooi gebakken vis uit de pan. Dan ga ik ze nog warm houden onder aluminiumfolie. Kunnen ze nog ietsje doortrekken, kan ik intussen de saliezuur maken. En daarbij gebruik ik ook citroen. Citroen en vis is altijd een perfecte combinatie. Zeker als het gebakken is, de citroensap, dat breekt het vet van de braadjuur. Dat is heerlijk. Voor de saliezuur heb ik natuurlijk salie nodig. Salieblaadjes hebben een fluweelachtige structuur. De smaak ervan is moeilijk te omschrijven, dat moet je echt ervaren. Salie heeft in elk geval een gezonde reputatie en het bevordert de spijsvertering. En dat is dan weer mooi meegenomen. Nou, dan verhit ik 60 gram boter in de pan waar de vis in is gebakken. Een klein beetje olijfolie waarin die vis is gebakken zit ook nog gewoon in de pan. Laat de boter uitbruisen. Die goed roeren intussen dat die aanbaksels van die vis en van die ham gewoon in die boter oplossen. Is die gelijk al heel smakelijk van. Ja, dan wordt die nog lekkerder. Gaat al die salie erbij. En dan komt er gelijk een explosie van geur vrij. Het doet me ook meteen aan Italië denken. En het moet maar heel kort aangebakken worden. Eigenlijk wil je niet dat die salie heel veel kleur krijgt. Dan citroen. En is het handig dat je die boter en die olie niet te warm hebt, want dan spettert die citroensap echt de pan uit. Nou, dan nog even doorroeren. En is de saus klaar. Bij die vis ga ik een lekker en eenvoudig bijgerecht maken. Gestoomde broccoli met oude Hollandse kaas. Ja, broccoli is niet lekker als je het te gaar maakt, maar ook niet te rauw. Eigenlijk eet je broccoli net als een pasta, al dente. Dat is beetgaar. Snijd eerst de steel van de broccoli af en snijd de broccoli in roosjes. Schil vervolgens de steel met een dun schiller en snijd die in plakjes van ongeveer een halve centimeter. En leg dan alles in de stoomovenpan met gaatjes. Ik ga de broccoli stomen. Dat is beter dan koken eigenlijk, want bij stomen blijven alle goede eigenschappen van die broccoli beter bewaard. En dat is dus veel lekkerder. En dan stoom ik het 100 graden, ja, tussen de 4 en 6 minuten, dat is beetgaar. Als de broccoli gaar is, leg je de groenten op een serveerschaal en besprinkel je er wat extra vergine olijfolie over. Breng het op smaak met een beetje zout en schaaf er mooie flinters oude kaas overheen. En om het compleet te maken, serveer je naast de vis er ook nog gekookte aardappels bij. Die zijn zo heerlijk met die saliezuur. Broccoli houdt je huid jong en mooi, want van alle groenten en fruitsoorten bevat het de hoogste concentratie vitamine A en C. Dit zijn de belangrijkste vitamines voor een mooie en gezonde huid. Regelmatig geef ik workshops in het Taste of Life Theater van het Culinary Institute in Vianen. Hier kunnen kookliefhebbers zelf de lekkerste gerechten koken, proeven en eten. Het is een echte kookbeleving waarbij ik de mensen wat handige kooktips probeer mee te geven. Vertel ik op dat soort dagen nog zoveel? Er valt altijd nog wat te vragen. Wat is het verschil tussen witte en zwarte peper? En wanneer gebruik je welke? Nou, zwarte peper wordt gemaakt van onrijpe peperbessen. En dat heeft een vrij pittig aroma. Wordt vooral gebruikt voor hele korte bereidingen, zoals een biefstukje bakken. Omdat het ook snel zijn aroma verliest. En witte peper wordt gemaakt van de echte rijpe peperbessen. Die worden geweekt, wordt het vliesje afgehaald. En heeft een subtieler aroma. Wordt veel gebruikt voor koken. En wat ik ook belangrijk vind in lichte sauzen. Simpelweg omdat je gewoon die spikkeltjes peper dan niet wilt zien. Wat ben je aan het doen, Robert? Gemengde groenten aan het roerbakken.
Een roerbakken is echt ideaal, hè? Snelle bereidingswijze. Waarbij het wel belangrijk is, als je nou harde groenten hebt, zoals boontjes of sugarsnaps, of echt stevige witte kool, dan is het handig om die eerst voor te blancheren. Dan bakken ze lekkerder. Maar deze zachte groenten, je hebt spitskool, champignons, courgette, die kun je gewoon zonder blancheren gelijk verwarmen. Kijk, het beste olie om in te roerbakken en te wokken is arachidolie, pindaolie. Die kan nog heter worden dan olijfolie. En die pan is niet voor niks rond. Zorg ervoor dat je die olie rondroert, dat die hele oppervlakte bedekt is met olie. Dan kan die veel warmte aan, dan kunnen er ook veel groenten tegelijk in. Okay. Een ander ding is om te zorgen dat echt al je groenten klaar zijn, gesneden zijn, en dan pas in de pan doen. Dus eigenlijk is de mise en place belangrijker nog dan het roerbakken zelf. Goed voorbereiden dus. Ja. Ik heb begrepen, wanneer je kruiden in poedervorm gebruikt, dat je dan eerst even moet verwarmen. Ja, klopt. Dat is met specerijen, zoals currypoeder en paprikapoeder. Die moet je altijd even verwarmen. Dan veranderen ze van structuur en daardoor lossen ze beter op. En komt de smaak tot hun recht. Als je bijvoorbeeld een currysausje wil maken, moet je niet eerst de saus maken en dan denk je, nou, ik doe er een lepeltje currypoeder bij. Want dan is het heel schraal en zand. Je moet specerijen even mioteren. Nou, dat klinkt ingewikkelder dan het is. Het is gewoon heel zachtjes aanfruiten, zonder dat het kleur krijgt. Gewoon zonder deksel, even aanbakken met een beetje olie. En daardoor komt die smaak mooi los en dan heb je de echte specerijensmaak. Oké. Ik zou jullie voordoen hoe je kunt flamberen. En flamberen kun je met allerlei soorten fruit doen, in dit geval bananen, gewoon in plakjes. En flamberen is ook heel leuk om dat aan tafel te doen, hè, of in een open keuken. Kwestie van een pan op het vuur en een klein beetje boter. En dan gaat er een beetje suiker bij. Klein beetje. En die suiker mag dus gerust karamelliseren in die boter. Zeker als je dat met roomboter doet, niet te heet laten worden, anders krijg je allemaal spikkeltjes en dan verbranden die melkeiwitten. En dan de bananen in de pan. Oh, dat ruikt al lekker, hè. Bananen zijn heel geschikt om te flamberen. Nou, gewoon even om en om heel lichtjes bakken. Dan gaan er wat geweldige rozijnen bij. Ja, en dan het flamberen zelf. Eigenlijk kun je dat met alle soorten alcohol doen, als het maar 35% alcohol heeft of meer. Dus rum, cognac, whisky, dat soort dingen. Wijn lukt niet, want het is de alcohol die zo meteen gaat branden. Is het belangrijk als je dit thuis doet om de afzuigkap af te zetten. Want anders, als je gaat flamberen, dan trekt die afzuigkap die vlammen hoog. En dat is natuurlijk niet veilig. En dan, de hele clue is, zo gauw die drank verwarmd is, je pan heel lichtjes schuin houden. En laat je die gasvlam gewoon zo in de pan. En dan kan er verder niks gebeuren. En hoe je schudt, je krijgt wel hoge vlammen, maar die alcohol verdampt. En als de alcohol weg is, stopt die met branden. Er zit wel de smaak erin. Dat is de clue van flamberen. Als je de zon ingaat, eet dan broccoli van tevoren. De stof beta-carotene helpt je beschermen tegen UV-licht. Over dit nagerecht heeft iedereen wel een mening. De een vindt dat het warm geserveerd moet worden, de ander koud. Moet het nou een dikke suikerlaag hebben of een dunne, met vanille of zonder? Ik maak mijn eigen versie op de wereldberoemde crème brûlée. De lekkerste crème brûlée is gewoon die met echte vanille en geen vanillesuiker. En vanille koop je in de winkel. Dat is een vanillestokje. Dat is eigenlijk een stamper van een orchidee die gefermenteerd is. Maar dan moet je ervoor zorgen dat die vanillestokjes dat die mooi zacht aanvoelen. En ze moeten buigzaam zijn. Als het uitgedroogd is en hard, dan is die vanille ook niet meer zo lekker. En die vanille die haal je doormidden met een klein mesje. Snijd hem doormidden in de lengte. En dan zit daar merg in, die hele kleine zwarte pitjes. En dat geeft die vanillesmaak. Die stokjes, als je nou zelf vanillesuiker wil maken, ik vind het een heel leuk cadeautje om aan vrienden te geven. Kijk, als nou, stel voor dat die pot suiker vol zou zitten, dan gaan gewoon die stokjes er zo in. Hup, dicht doen, gewoon een week laten staan, even husselen. En dan smaakt die hele pot suiker heerlijk naar vanille. Je eigen gemaakte vanillesuiker is perfect. Maar voor dit keer gaan ze gewoon erbij in de pan om hun smaak af te geven. Er gaat 350 milliliter slagroom bij. En dit breng ik rustig aan de kook. Dan splits ik 4 eieren en doe de dooiers in een kom en klop deze even door. Daardoorheen meng je dan 50 gram suiker en dit klop je lichtgeel en romig. Het vanillestokje haal je uit de pan en je schenkt de warme room op het mengsel en dan roer je het even goed door. Zo, nu gaat alles weer terug in de pan. En dan op heel klein vuur rustig verwarmen, roeren. Met een houten lepel of met een spatel. De bedoeling is nu dat de crème gaat binden, maar hij mag zeker niet koken. Want dan wordt hij korrelig, want dan stollen die eidooiers. En ik wil hem net zo lang rustig verwarmen,
totdat hij een beetje mooi dik op mijn lepel blijft hangen als een echte crème. Plaats 4 bakjes in een ovenschaal en schenk de crème erin. Crème brûlée wordt aubergine in de oven bereid. Dat is heel simpel. Je giet gewoon 2/3 deel heet water in de ovenschaal. En dan gaat die hele schaal zo in de oven. Ongeveer 25 minuten op 180 graden. De crème brûlée is inmiddels afgekoeld. En nu dat speciale suikerlaagje wat de crème brûlée zo lekker maakt. Hè? Ik gebruik daarvoor rietsuiker. Je kunt ook gewone suiker gebruiken, maar rietsuiker is net wat meer smaak. Klein laagje eroverheen. En dan karamelliseren die suiker, branden. Daarvoor zijn speciale crème brûlée branders te koop, zoals deze. Maar gewoon een brandertje uit de schuur gaat natuurlijk ook prima. Broccoli zou je elke week wel een keer op menu kunnen zetten. Al is het alleen maar omdat het zo super gezond is. Dus misschien zit je vanavond ook wel aan zo'n heerlijk broccoli soepje. Ik hoop in elk geval dat ik je voldoende heb weten inspireren. En dat je weet, koken, dat is voor iedereen. Dit was de Taste of Life Basics. Voor recepten en nog meer basiskookideeën, ga naar onze site. www.thetasteoflife.nl. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan. Kom naar de volledig vernieuwde site van www.thetasteoflifebasics.nl. Maar alles draait om verse, gezonde ingrediënten, de kwaliteit van eten en koken met plezier. Daar vindt u de kookvideo's van alle recepten die in het tv-programma te zien zijn. Compleet met ingrediëntenlijst en bereidingswijze, de nieuwste culi-gadgets, food facts en kookvragen. Ook zijn alle afleveringen van dit seizoen en de vorige seizoenen terug te vinden. Hier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan alle nieuwtjes, een exclusief recept van mij en u maakt kans op een uniek kookschort van The Taste of Life. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Groenten Fruitbureau.